Wat is uw naam? Mijn naam is Frank Schiphol. Ik ben woordvoerder namens de KRC Grote Schoonland. Mevrouw, je bent een zeer grote brand in Halle. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, vanochtend is tijdens de dakwerkzaamheden het dak in brand gevlogen. En die brand is zich snel verspreid over de Halle. Er was een behoorlijke rookontwikkeling. Was er nog gevaar voor omwonenden? Ja, de rookontwikkeling heeft te maken met opslag. Het is een caravanopslagplaats. En daardoor is die brand zo hevig. En de rookvorming is daar ook zo hevig door ontstaan. Waren het de tijden van de brand mensen in de omgeving? Ja, er waren mensen in de omgeving die hebben zich allemaal veilig kunnen stellen. U ziet dat er behoorlijke rookontwikkeling nog steeds is. De brand is nog steeds uit. En er wordt heel veel brand in opgeroepen. Waar is dat voor? Ja, de brand is nog steeds niet onder controle. Dit heeft natuurlijk te maken met opslag van caravans en kunststoffen. En daarnaast was ook een kleine opslag van schoonmaakmiddelen van het bedrijf hiernaast. Waar we nu aan het doen zijn is kijken hoe we mensen gaan aflossen hier. Het is nu op dit moment 31 graden. Het geeft enorm veel werkbelasting voor onze brandweermensen. Ja, dat kan ik me voorstellen, want met deze warmte en dan in die bakken rondlopen, dat is natuurlijk ook geen pretje. Nee, het is geen pretje, maar die hitte van je lichaam kan niet vrij naar buiten toe. En we zijn nu serieus aan kijken hoe we mensen kunnen aflossen, in ieder geval posters kunnen geven tijdens de brandblussen. Geeft dat verder nog een probleem met deze warmte en dan deze brand? Nee, geeft verder geen probleem met deze brand. Wij passen ons daar heel snel op aan en we hebben daar ook plannen voor klaar liggen. Was er genoeg water aanwezig in deze omgeving? De eerste aankomende bevelvoerder heeft heel snel om extra waterwagens gevraagd. Die zijn al vrij snel geplaatst gekomen. Daar kunnen wij de eerste slag mee maken. En in die tussentijd hebben wij de waterwinning opgebouwd door middel van het watertransportsysteem. Zijn er ook nog woningen om te ruimen, gezien de rook? Ja, in de omgeving waren woningen. En die mensen zijn allemaal veilig aan buiten, gekomen. Wat gaat er verder van gebeuren? Ja, op dit moment is het natuurlijk zaak om de brand onder controle te krijgen, om uitbreiding verder te voorkomen. De hal die bestond in verschillende kleine halletjes. Maar zoals het uitziet, zal de brand zeker 2 tot 3 uur nog woeden. Wil zeggen. Wij zijn 2 tot 3 uur bezig hier om die brand onder controle te brengen en af te blussen. Dus je hebt ook een ambulance staan, die staat er in voorzorg? Ja, altijd bij dit soort alarmeringen komt de ambulance ook te voorzorg op de plaats. En zeker op dit moment met deze hitte is de ambulance zeer hoog. Dankjewel. Als jij zegt, we hebben zo laat met elkaar, we kunnen in het bedrijf, hè? Zullen we een fout hier afspreken? Ja, dank wel.